Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bueno. Yo te invito a que busque por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña. Un fidel que vibre en las montañas, un rubí cinco franjas y una estrella. Cuba, qué linda es Cuba. Geschreven in 1961, net na de Cubaanse revolutie. De situatie van toen is niet meer te vergelijken met de situatie van nu. Ook al werkt het straatbeeld hier nog jaren terug in de tijd, Cuba is aan het veranderen. Sinds een half jaar heeft de Cubaanse bevolking internet bijvoorbeeld. Cuba staat dus open voor informatie van buitenaf. En dat maakt de komst mogelijk van de Feyenoord Academy. Voor het eerst is er een Europese club die clinics geeft aan de Cubaanse voetbaljeugd. Tot voor kort was dit haast ondenkbaar. Al neemt het volkslied je weer even mee terug in de tijd. Okay, stop. Mira. We can use this. Feyenoord heeft de beste jeugdopleiding van Nederland. Dat weten ze ook in het buitenland. Sinds anderhalf jaar laat de Feyenoord Academy ook in andere landen zien hoe de kinderen opgeleid worden. Bovendien wordt de naam Feyenoord op deze manier positief uitgedragen. En heel misschien ontdekken ze nog wel ergens een nieuw talentje. Al is dat niet het belangrijkste. Ook niet op Cuba. De eerste insteek is gewoon dat de kinderen hier een hele plezierige ervaring hebben. En kennis maken met voetbal. En met name trainers op een hoger niveau dan wat ze gewend zijn. En of het talent is, ja, dat is van secundair belang. Want wij verwachten hier geen nieuwe Messi te vinden ofzo. Heb je ze ook nog niet gezien, stiekem? Nou, ik heb wel een paar gezien. Of het Messi's zijn, weet ik niet. Maar er zit, is meer talent dan we gedacht hadden. Je hebt toch van tevoren gehoord dat Cuba echt een honkballand is. En we verwachten kinderen op teenslippers zouden lopen. Maar ze hebben gewoon voetbalschoenen. En er zitten er best een paar tussen die, mochten ze in Nederland geboren zijn, ver hadden kunnen komen. Een week lang geeft Feyenoord Clinics aan meer dan 250 Cubaanse kinderen. Dit wordt gedaan door de jeugdtrainers Melvin Boel en Deen Brart. Inderdaad, de zoon van Stanley Brart. En door de oudspelers Ulrich van Gobbel en Robin Nelissen. Game, vamos! Nelissen was 2 jaar geleden ook een van de trainers tijdens de Feyenoord Clinics op Curaçao. Toen al wilde hij dat Feyenoord ook naar Aruba zou komen. Het eiland waar zijn vader vandaan komt. En dat lijkt hij nu in april ook daadwerkelijk van te gaan komen. Een mooie kan het niet voor mij. Dat is het beste van twee werelden, zeg maar. Mijn vader is Arubaan. En mijn moeder is Nederlands en ik ben Feyenoorder, dus dat is alles in één. Dus het zou mooi zijn als dat er komt en ik ga ervan uit dat het goed gaat komen. Op de eerste dag wordt de training 's middags onderbroken. Er is hoog bezoek vanuit Nederland. Het is Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken. Voor het eerst sinds 7 jaar is er een minister van de Europese Unie op Cuba. En nog nooit was er een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken op het eiland. Een uniek bezoek dus, dat niet onopgemerkt blijft. Timmermans kan geen kant op en moet allerlei vragen beantwoorden. Natuurlijk over politiek, maar ook over sport. Ze hadden het erover wanneer denkt u dat Cuba ooit eens van Nederland kan winnen met voetbal. Ik zeg, nou, het eerste waar ik me nu op concentreer is het feit dat Cuba de laatste 2 keer verloren heeft van Nederland met honkbal. Na een veel te lang mediaoponthoud is er nog maar weinig tijd over voor Timmermans om naar het voetbal te kijken. Want dat doet de Limburgse minister graag. Hij is al sinds zijn 10e fanatiek supporter van Roda JC en benadrukt overal waar hij komt het belang van sport. Sport is in Nederland, maar zeker in dit soort landen, een van de weinige manieren waarop mensen die in achterstandspositie zitten zich aan die achterstand kunnen ontworstelen. Beter hard klopt voor Roda. Ja, dat klopt. Ja. Maar aangezien u een echte Feyenoord 4-0 jongens bij jullie door heeft. Aangezien een echte Feyenoord aan het doen. Geweldig. Dankjewel, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja, ik vind rood-wit op zich mooie kleuren, maar geel-zwart staat me beter. Hand, kameraden, hand in hand. Voor Feyenoord 1,
Ik vind het fantastisch dat Feyenoord dat doet. Het is ook niet verrassend dat Feyenoord dat doet, omdat Rotterdam als havenstad met Havana al heel lang hele vergaande relaties heeft. Dus er is een link tussen Rotterdam en Havana en ik vind het ontzettend goed dat Feyenoord daarop inspeelt. Daarbij wordt Feyenoord wel geholpen door het Rotterdamse bedrijfsleven met contacten in de haven van Havana. Grootste initiatiefnemer is zakenman en Feyenoord-sponsor Henny Huygen. Toen hij een paar maanden geleden te horen kreeg dat het haast onmogelijk was om Feyenoord naar Cuba te halen, raakte hij extra gemotiveerd om ruim 250 kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. Het zijn hele gedisciplineerde mannetjes en het past natuurlijk ook wel in het systeem. Maar tegelijkertijd ook iets zelfverzekerds, weet je, zo van als jullie het mij nou leren, dan ga ik later van je winnen. Dat vind ik wel mooi om te zien. Ah, het is echt ongelooflijk wat een dankbaarheid die kinderen uitstralen. En echt groot compliment ook voor die trainers van Feyenoord. Hoe zij zich opstellen. Ze zijn constant met de kinderen bezig. Het is één grote belevenis. Ik denk dat ze dit echt werkelijk nooit vergeten. Waarom doen jullie dit? Ja, Feyenoord is mijn club. En dat komt uit het hart. Omdat ik graag wil dat die club weer succesvol wordt. Feyenoord in algemeenheid, dat zit in je hart. Dat gaat er ook nooit meer uit. Dus ik ben er trots op dat ik hier bij mag zijn. Natuurlijk wordt er veel gelachen in het nationale stadion Pedro Marrero. Maar eenmaal op het veld moet er wel gewerkt worden. Zeker met Ulrich van Gobbel als trainer. Hard van buiten, zacht van binnen. De voormalige rechtsback van Feyenoord en Oranje volgt in Nederland een trainerscursus. Ooit wil hij terugkeren in het betaald voetbal. Daarom loopt van Gobbel nu stage bij de D2 op Varkenoord. Het brengt hem weer vaker bij de club die zo diep in zijn hart zit. Juist daarom kan Van Gobbel zich zo ergeren aan de wisselvalligheid bij het eerste van Feyenoord. Hey, not with your hands on the ball. Pas op, hè. Het zijn ook slimmigheden, mentale kwesties. Het ook. Het is net als tegen RKC in de laatste minuut dat je dat doelpunt tegen krijgt. Onze rechtsback moet bijvoorbeeld die speler over de lijn schoppen en immers moet een betere tackle zetten. Dus het zijn allemaal factoren waar ik denk van ja, wat niet nodig is. In zo'n laatste minuut moet je alles geven dat je gewoon dat doelpunt niet tegenkrijgt. Want dat zijn gewoon hele belangrijke punten. Kun je de wedstrijd niet winnen, ja dan maar gelijk. Zo werkt het. Ligt een mooie taak voor jou, misschien wel als trainer ooit. Om ze scherp te krijgen, tot op het bot gemotiveerd over mijn lijk. Nou, dat zou ik wel heel graag willen. Zou me een heel leuke job lijken. Ja. Nou, tot zover de sollicitatie. Ja, jij zegt het. Met slechts 11 miljoen inwoners behoort Cuba tot de 20 meest succesvolle landen in de geschiedenis van de Olympische Spelen. 34 keer won Cuba bijvoorbeeld Olympisch goud in het boksen en in het atletiek haalde het land 10 keer goud. Tijdens de Feyenoord Clinic traint de nationale atletiek selectie in hetzelfde stadion. En hij valt direct op. Het is Dairon Robles, een levende legende op Cuba sinds 21 augustus 2008. De Olympische finale van de 110 meter hoorde. Robles got a terrific start. He's already ahead of this field and storming away from them. In second place at the moment is Payne. And Robles is moving and flying away from this field. And he's got the beautiful talent to achieve 12.94 and a gold medal. He's done it, the second of the Cubans to win gold. I'm working here in Cuba because I'm Cuban first. But I love the Cuban. Now I'm stay here in the in the football player football camp. I'm see the kids to practice. I think in a few years the Cuba have a big team in some competition from maybe some World Cup in the future. But at the moment, soccer in Cuba is not really popular, right? I think it's very popular.
because everybody follow the Spanish soccer or UEFA champion Champions League, something like that. Too many people is follow the football. Football is the fever in Cuba now. It's complicated to see that. It's more popular than baseball? I think not much, because it's a younger sport in Cuba to follow in the people. But in a few years, it's much, it's coming. It's coming more popular for the baseball. Als dank voor hun komst wordt de Feyenoord delegatie uitgenodigd voor een borrel in het huis van de Nederlandse ambassadeur op Cuba. In de aanwezigheid van allerlei hoge heren is er ook voor ambassadeur Norbert Braakhuis een presentje uit Rotterdam. En natuurlijk gaat het hierom. Volgens de ambassadeur is de komst van Feyenoord een enorme stimulans voor het Cubaanse voetbal. En zal de sport nog populairder worden dan het al is. Sinds de jaren 4, 5, 6 worden in Cuba nu ook de Europese kampioenschappen, de wereldkampioenschappen uitgezonden. De wedstrijden, de Europese competities, de grote competities. En wat is er nou aan de hand? Door het hele land zie je dat de jongetjes niet meer de namen op een shirt bestaan van de grote baseballers, maar van de internationale voetballers. Je weet die meer van Persie shirts dan de namen van de grote baseballers, bij wijze van spreken. Je ziet dat er een hele generatie opgroeien is die allemaal willen, niets moois vinden de voetballers. Maar ze hebben nog geen bond die dat aan kan. Het feit dat Feyenoord hier naartoe kan komen geeft ook een beetje aan dat de politieke situatie in Cuba aan het veranderen is. Zeker, zeker. Dat is wat Frans Timmermans, onze minister, nadrukkelijk heeft gezegd. De situatie in Cuba van vandaag is niet die van 2, 3, 4 jaar geleden. Er zijn veranderingen bezig, die moet je durven begeleiden, stimuleren. En daar is dit een onderdeel van. Het is de vijfde en laatste dag van de Feyenoord Academy op Cuba. Een leerzame week, ook voor de twee jeugdtrainers van Feyenoord. Melvin Boel is assistent bij Feyenoord A2 en is met zijn 26 jaar momenteel de jongste cursist op de KNVB-opleiding voor trainercoach TC1. Net als zijn medecursisten als Ruud van Nistelrooy en Boudewijn Zende, wil Boel ooit hoofdtrainer van een profclub worden. En ik denk dat het zowel voor mij als voor de jongens hier, je moet nooit stoppen met dromen. En dat moet je vooral nastreven. Maar na een week is de conclusie dat het voor de ruim 250 kinderen zo goed als zeker wel bij dromen zal blijven. Daarvoor komen ze gewoon op te veel vlakken tekort. Je zag wel dat er heel veel verschil was tussen kinderen. Je zag spelers ertussen zitten die wel een heel hoog niveau hadden. Nou is dat nog niet echt te vergelijken met Nederland. Maar je zag toch wel dat ze wat talent hadden. Maar je zag ook heel veel tussen. Die hebben nog niet heel veel gevoetbald, überhaupt, denk ik. En dan zie je wel dat dat wat minder is. Zeg maar. Heb je nou jongetjes gezien die mee zouden kunnen in Feyenoord F1? Nou, om eerlijk te zijn, nee, heb ik niet gezien. Zoals eerder gezegd, dat is ook niet het belangrijkste van deze week. Die wordt afgesloten met een diploma-uitreiking. Met als hoogtepunt voor de kinderen dat ze allemaal een Feyenoordbal uit mogen zoeken. En zo komt er een einde aan een heel bijzondere week in een nog altijd uniek land. ¿Qué habéis aprendido? Muchas cosas, hemos variado. Así está, pasar, tocar, disparar. Conducción. Y levantar la cabeza. Sí. El fútbol es muy bonito. El fútbol es muy bonito. Es uno de los deportes más bonitos. Es el deporte favorito mío y el que es mejor del mundo para mí. Y que hicimos un gran entrenamiento. ¿Y os en el Pedro Marrero. ¿Os ha gustado los entrenadores? Sí. Sí, son muy importantes. También me gustaron los ejercicios que hicieron los entrenadores y siempre van a estar en mi corazón. Thank you.